Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is momenteel wisselend bewolkt boven Nederland, met de minste wolken boven het oosten van het land en de meeste wolken boven de Noordzee. In de loop van de dag gaan er een aantal buien boven het land ontstaan, en die lokaal misschien vanmiddag gepaard kunnen gaan met een klap onweer. Vanochtend is het dus nog wisselend bewolkt en lokaal valt een, wat, een enkel buitje of een spatje regen. De temperaturen liggen daarbij rond 15 graden en er staat niet veel wind. Vanmiddag neemt het aantal buien toe en ze worden ook wat feller van karakter. Lokaal komt dan ook onweer voor. Maar de temperatuur die loopt alsnog op naar waarde tussen 18 en 20 graden. Vanavond verdwijnen de buien dan weer en vanuit het westen klaart het verder op. De wind die neemt iets zijn kracht af en is dan meest matig boven land en soms nog eventjes vrij krachtig aan zee. Morgen verandert er niet heel veel, ook dan valt er soms wat regen of een bui. Vanuit het westen breekt dan in de middag wat vaker de zon door. En de temperatuur komt dan uit op een graad of 19, wel staat er iets meer wind dan vandaag. De komende dagen blijft het dan wisselvallig, met eigenlijk elke dag soms wat regen en een aantal buien, maar ook zon. En de temperatuur komt s middags veel uit rond een graad of 19. De wind die komt overwegend uit zuidwestelijke richting en is vaak matig van kracht. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl